maakt hem zo bijzonder. Maar die is natuurlijk ook uniek. Maar überhaupt, het succes van Jan Slachter met Max... Ja. is toch dat hij juist heeft gezegd... hoezo moet alles alleen maar verjongd worden? Kijkers hebben ook behoefte aan... hé, hey, deze ken ik nog. Ja, het is ook bewezen dat jongeren bijna geen tv kijken. Dat ze elke keer proberen die jongeren in te zetten als Calvijn en noem maar op. En dat wordt eigenlijk nooit een succes... want jongeren zijn gewoon niet meer naar de tv te krijgen. Oftewel, Anouk, geen zorgen, je wordt vanzelf ouder. Er zijn wel veel mannen natuurlijk die er op hoogte... Ja, Jannie hoorde ik. Ja, hoorde ik. Dus wel zorgen. Als het aan mij ligt, jongens, dan zit ik hier nog even. En ook ik ben geen 39 meer. Je zou het niet zeggen, maar het is echt zo. Ja hoor, we gaan bijna goed. We gaan naar iemand anders die ook een record heeft weten te breken. Ietsje jonger. Jazeker, Rafael van der Vaart. 40 jaar geloof ik. Ja, hij was in zijn oude woonplaats Hamburg om een recordpoging padellen te doen. Het was de bedoeling dat ze 48 uur gingen padellen. Nou, hij is er niet voor niets naartoe gegaan, want het is gelukt.